Goedemiddag, ik ben Hidde van Doe Dat Zelf en ik ga je vandaag een heel handig trucje laten zien die ik laatst ben tegengekomen. We hebben er allemaal wel eens last van dat je je bed gaat opmaken en het kan nogal een vervelend karweitje zijn als je alleen bent. Maar ik ga je nu laten zien hoe je je bed in minder dan een minuut perfect kan opmaken. Kijk maar mee. Dus, wat heb ik als eerste gedaan? Je legt je schone dekbed overtrek, leg je het neer over je bed. Keer hem binnenste buiten en zorg er vervolgens voor dat de open kant aan het uiteinde van het bed zit. Nu ga ik samen met mijn collega Juri gaan we het deken eroverheen leggen. Leg er goed overheen en zorg ervoor dat het ongeveer gelijk is bij de randjes hier. Dus we hebben net het dekbed dat je binnenste buiten hebt gekeerd, hebben we op het bed gelegd, deken eroverheen en dat gaan we nu in één geheel gaan oprollen. Pak het vast, rolt hem goed strak op. Tot het einde. En als je eenmaal bij het einde gekomen bent, dan trek je hem vanzelfsprekend een klein beetje naar je toe. En vanuit hier keer je hem een kwartslag. Wat je ziet, is dat het dekbed binnenste buiten is. En hier is de splitsing ervan. Wat je doet, je duwt je dekbed, duw je daarin. Op deze manier. Zoals je ziet, begint het al een klein beetje op een geheel te lijken. En het enige wat je nu hoeft te doen is in feite het dekbed doorrollen, zodat hij in één keer goed valt. Kijk eens, een perfect opgevouwen dekbed in minder dan een minuut. Ik zie jullie de volgende keer bij Doe Dat Zelf. Vergeet je ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Ik zie jullie de volgende keer. Oh.